Hallo allemaal, welkom bij het weerbericht van 19 september. Het is een complexe weerkaart geworden. Ik zet die er voor de gelegenheid eventjes bij. Dan kun je meekijken. Je ziet een groot hoge drukgebied boven Rusland en ook een Azorenhoog. Maar vooral het lage drukgebied dat met kern tussen het zeegebied van IJsland, Schotland en Noorwegen ligt, valt echt uit. Valt echt heel goed op. Het is een uit de kluiten gewassen lage drukgebied met een hoofdkern dus in die regio, maar eigenlijk ja, bedekt het zo goed als gans Europa, de Britse eilanden en grote stukken van de Atlantische Oceaan. Als je verder op die oceaan kijkt, zie je zelfs dat er twee exorkanen meedoen. Dat is enerzijds exorkaan Lee en anderzijds exorkaan Margot. En vooral Lee moeten we in de gaten houden. Dat is al lang geen orkaan meer, maar een gewoon lage drukgebied geworden. Maar dat gaat samensmelten met het andere lage drukgebied. En vooral donderdag, vrijdag krijgen we daar dan mee te maken. Ook vandaag echter beheersen lage drukgebieden ons weer. Dat sturende laag in het zeegebied tussen IJsland, Schotland en Noorwegen stuurt onstabiele lucht naar ons toe. Dat wil zeggen veel bewolking. En daaruit kan in de loop van de dag hier of daar eens wat regen of een bui vallen. Het zal geen zo'n zware bui zijn als gisteren, maar toch, als er ergens een bui opduikt, zou dat eventueel wel een fel exemplaar kunnen zijn. De kans op onweer is miniem, maar niet uitgesloten. Verder ook weer veel wind. Gisteren zagen we dat ook al en vandaag zal dat niet anders zijn. Die komt uit een zuidwestelijke richting. Hij kan aan de kust weer gemakkelijk naar 6-7 boven gaan, boven land 4-5, met uitschieters van 60-70 km per uur aan zee, boven land tot een 40-50. We zijn daarbij in koelere lucht terechtgekomen. De maxima krijgen een duw vandaag. We halen niet veel hoger dan 18, 19 graden misschien nog net. De 20 zal er niet meer bij zijn. Die mogen we eventjes vergeten voor vandaag. Vanavond en vannacht dan nog steeds zwaar bewolkt tot betrokken. Er ligt een storing dicht in de buurt, maar ik verwacht er eigenlijk weinig of zelfs helemaal geen neerslag van. Waarschijnlijk blijft het gewoon droog. Het is wel weer zacht. Minima van 15 tot 16 graden. En morgen komen we dan in wat rustiger vaarwater terecht. Er is nog wel vrij veel wind uit het zuiden dan, maar die voert wat warmere lucht aan. En samen met een aantal opklaringen, waarbij de zon wat te zien zal zijn, halen we dan toch alweer een 21 tot 23 graden. Ik denk dat het morgen overdag ook grotendeels droog zal blijven op een heel enkel buitje, niet te nagesproken. Dat zal anders worden naar donderdag toe. In de nacht naar donderdag komt er al regen opzetten. En donderdag overdag zitten we echt met een regendag. Dat zijn dan die restanten van die tropische orkaan die over ons trekken. Niet dat het gaat waaien hoor. Integendeel, het wordt donderdag zelfs een rustige dag met weinig wind. Maar er valt vrij veel neerslag. Verspreid doorheen de dag kan er toch wel een tiental liter water per vierkante meter naar omlaag komen. Het is daarbij ook koel. En 16, 17 graden maximaal. Maar tijdens de regen is dat dikwijls maar 14 tot 16 graden. Ook vrijdag en zaterdag zijn wisselvallige dagen. Er kan nog eens wat regen of een aantal buien opduiken. De temperaturen zitten rond een 16 tot 18-tal graden, dus aan de koelere kant. En het wordt opnieuw winderig, zeker op vrijdag. Vanaf zondag echter, dan zet ik er de pluim bij. En dan zie je dat net als gisteren die grote weersverbetering er nog altijd in zit. Met weer een nazomerse periode die zondag zou beginnen. Hogere temperaturen, rustiger weer. We leven dan onder hoge drukgebieden en storingen en buien, die blijven dan weer voor een tijdje op afstand. Zo, je bent helemaal gebriefd. Alvast bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Dag.